Goedemiddag dames en heren, welkom op deze streaming van Richard Wagner's Parsifal. Ik ben Luc Joosten, hoofd van de dramaturgie van de Nationale Opera en ik ga als inleiding op deze streaming in gesprek met Klaus Bertisch, de voormalige dramaturg van de Nationale Opera, die tevens de dramaturg was van deze productie van Richard Wagner in een regie van Pierre Audi. Goedemiddag, Klaus. Hi, Luc. Hi. Parsifal op Goede Vrijdag op K. Freitag. Het is bijna, of het is een traditie eigenlijk, in Wagner Middens. Kan je daar misschien iets over zeggen? Het speelt op Goede Vrijdag, dus dat is al, vind ik, reden genoeg. En het is in verschillende landen ook verschillend. Maar de hoofdreden is om het op Goede Vrijdag te doen, omdat de derde acte op Goede Vrijdag speelt. En is er eigenlijk vrij snel een traditie rond ontstaan? Of is dat iets van vrij recente datum? Weet je dat? Ik weet dat. Geen precieze datum. Het was natuurlijk zo dat oorspronkelijk Parsifal alleen in Bayreuth gespeeld mocht worden. En daar hebben zich dan nadat de rechten vrij. Eerst nog voordat de rechten vrij kwamen, tegen de zin van Cosima in, mensen overheen gezet en hebben dat gespeeld. En later, daarna dat de rechten vrij kwamen, is dat een traditie geworden om het op Goede Vrijdag te doen. Het was natuurlijk in Bayreuth, kon je dat niet op Goede Vrijdag, daar was het veel te koud in Bayreuth om daar een opera te spelen. Dat is natuurlijk een zomerfestival. Ja. Maar daarna dat het in de andere operahuizen terecht kwam, heeft men daarvoor een traditie verzonnen, een traditie van gemaakt. Ja, een mooie traditie zullen we maar zeggen, hè? Zeker, ja. Ja. Wagner zelf heeft de opera ook een Bühnenweihfestspiel genoemd. Dus niet zoals de andere stukken een Bühnenfestspiel, maar een Bühnenweihfestspiel. Wat zat er achter die benaming eigenlijk? Het is natuurlijk zo dat je, dat is überhaupt met de opera's van Wagner en het Bayreuth Festival zo. En dat is denk ik de voornaamste reden dat je moest toewijden om überhaupt een opera van Wagner daar in dat festival te zien. Dat ligt in een klein stadje in Beieren en mensen moesten dus echt hun best doen om daarheen te gaan en dat te beslissen. En konden eigenlijk ook niks anders doen. De voorstellingen begonnen altijd heel vroeg. Er was altijd een uur pauze tussen de actes. En Bühnenweihfestspiel, hij wijdt daarmee het toneel, zou ik zeggen. Ja, het is een weihe voor het festspiel in Bayreuth. Dus het is een religieus onderwerp, een religieus thema. En daardoor krijgt het een soort, ik weet niet, het Nederlandse woord daarvoor niet goed. Of je kan zeggen weihen. Wat is dat in het Nederlands? Dus zo werd dan het toneel daar met een religieus onderwerp gewijd. Dat staat daarachter. Wordt het laatste avondmaal speelt een belangrijke rol. Dat zien we aan het einde van de eerste acte. Dat wordt daar gecelebreerd en op het toneel tentoongesteld. En zo werd de bühne het festspielhaus en dat hele gebeuren in Bayreuth gewijd. Ja, er is sowieso in het werk zeer veel christelijke symboliek, alhoewel Wagner daar duidelijk gezegd heeft van ik heb niet aan de Heiland gedacht op het moment dat ik het geschreven heb. Die christelijke symboliek die is eigenlijk ruimer te interpreteren dan alleen maar christelijk. Tuurlijk. Wagner zelf was natuurlijk ook heel erg bezig met het boeddhisme. En net zoals hij ook bij andere opera's allerlei invloeden in zijn opera's heeft verwerkt, probeert hij daar ook allerlei culturen in samen te voegen. Maar het voornaamste is dan de ceremonie, het laatste avondmaal, maar ook goed tegen kwaad.
Medelijden is een van de grootste thema's in de hele opera, maar dus dan ook het tegenovergestelde krijgen we te zien. En hoe is dat dan vormgegeven? Dat is denk ik het hoofdonderwerp. Dat was ook in de productie altijd het grootste thema, in de voorbereiding en het grootste probleem. Hoe laat je medelijden theatraal op toneel zien? Dat was eigenlijk een groot probleem vanaf het begin. Hoe gaan we dat uitbeelden? Maar het gaat natuurlijk niet over medelijden in de zin van oh ja, wat erg, en ik heb zo'n spijt met je, en ik hoop dat het goed met je gaat. Nee, het gaat echt om het lijden met de mensen die er zijn, namelijk dan ook echt dat gevoel te krijgen. Dat is het meelij wat in de opera de hoofdrol speelt. Inzicht is een ander thema. Ja? Ja, je haalt daar iets aan of je spreekt, je verwijst al direct naar de scènes omzetting van het ganse werk. Die is eigenlijk heel bijzonder, niet in het minst door het feit dat daar de Britse kunstenaar Anish Kapoor is uitgenodigd. Ja. Eigenlijk een concept te ontwerpen voor de scènes realisatie. Kan je daar iets over vertellen? En ook hoe die samenwerking met eigenlijk zo'n grote gevestigde kunstenaar dan met zo'n werk, hoe dat gelopen is? Het was vanaf het begin eigenlijk de bedoeling van Pierre Audi, die een hele grote ervaring heeft om met beeldend kunstenaars te werken, om voor Parsifal juist een beeldend kunstenaar uit te nodigen. En hij had eerder met Anish Kapoor Pelléas et Mélisande gedaan bij de opera in Brussel, bij de Munt. En hij heeft het aan Anish Kapoor voorgesteld en hij was heel erg verrast in een positieve zin, want hij zei: dat is echt mijn lievelingsopera. Daar kan je me eigenlijk niet meer dan een cadeau mee doen om mij Parsifal te laten te ontwerpen. En dat heeft hij dus gedaan. En we zien natuurlijk allerlei elementen die van Kapoor, die typisch Kapoor zijn, maar die we toch in samenwerking, in overleg, in enkele sessies bij hem in Londen hebben uitgewerkt. Dat was heel erg leuk en belangrijk. De eerste acte, als ik dat dan zo mag zeggen meteen, zie je dus een berg. En wij hebben echt naar oude schilderijen, tekeningen gekeken. Wat zou dat kunnen zijn? Wat is dat voor een maatschappij daar van die ridders? En wat zijn daar voor voorbeelden? En rood is natuurlijk een onderwerp voor Anish Kapoor sowieso. Dus het is de kleur van Kapoor heel vaak. En zo het vlees is een thema in de opera. En zo werd het een rode berg, een berg van vlees voor de eerste acte. Ja, die ook misschien al bijna een directe verwijzing heeft naar de wonden van... Absoluut, dat was de bedoeling. Ja, dus waar zijn we? De gemeenschap die leeft van eigenlijk, komt tot leven doordat ze door het bloed van Christi gevoed worden. Maar dat bloed van Christi, dat is alleen maar, vult de graal, de beker die het eigenlijk in het origineel is, alleen maar als die ook getoond wordt. Maar Amfortas heeft een wonde en die wil dus de graal niet tonen, want anders komt zijn wond nooit tot stilstand en begint het altijd weer te bloeden. En dat is dan het grote thema van Kapoor voor de eerste acte geweest ook. En wat gebeurt er dan eigenlijk als die eerste acte rond die berg en rond dat vlees als thema geconcentreerd? Yeah. Wat gebeurt er dan eigenlijk in de tegenwereld daarvan die we in de tweede acte zien, in de wereld van Klingsor? In de tweede acte hebben we een grote spiegel. Ook dat is een groot thema van Kapoor natuurlijk altijd geweest. Maar de spiegel heeft allerlei betekenissen. En het is natuurlijk een element waar je dingen in kunt zien of voorzien die niet echt gebeuren. Of die in het verleden gebeurd zijn. Ja, waarzeggers gebruiken vaak een spiegel. En het is ook daardoor dat die spiegel die Kapoor heeft ontworpen convex is. Is dat juist? Concave of convex? Ik vergis me altijd.
convex, is het vertekend. En dus het zijn ook dingen die misschien niet waar zijn, of je eigen ideeën worden bedrogen door in die spiegel te kijken. Je ziet meer en je ziet ook dingen die eigenlijk in werkelijkheid anders zijn dan ze zijn. En daardoor kwam die op die spiegel. Want het is natuurlijk, ja, de bloemenmeisjes, de verleiding, deze elementen, die kan je daarin herkennen, maar je kan ze ook op een verkeerde manier herkennen of een verkeerde bespiegeling ondergaan. Ja. Het was voor Pierre bijvoorbeeld ook heel belangrijk aan het begin van de tweede acte te laten zien dat de bloemenmeisjes weduwe zijn. Namelijk dat Parsifal op zijn zoektocht naar de speer al die mannen die niet in de gemeenschap zijn, maar die de echtgenoten zijn van de bloemenmeisjes, dat die vermoord zijn. En dat is wat vaak eigenlijk vergeten wordt. En dat is een heel belangrijk ding voor Pierre geweest, om dat toch duidelijk te maken. Ten eerste dat daar gewonde mannen zijn, die gesneuveld zijn in een gevecht. En dat die vrouwen eigenlijk niet alleen maar dartelende, jonge, lustvolle meiden zijn, maar dat het weduwen zijn. En dat was een groot onderwerp. Ja, en hoe is dat dan als we dan de laatste stap zetten in het stuk, namelijk in die derde acte aankomen, waarin een soort van, soms in vele producties zie je daar een soort van synthese van de twee werelden, of zie je daar weer een invloed van die tweede wereld op de eerste wereld. Wat gebeurt er eigenlijk hier? Of hoe is dat daar? In elk geval is het een verbinding, maar het is natuurlijk eigenlijk het belanden aan het einde in het niets wat daar gebeurt. Die gemeenschap is bijna helemaal uitgestorven, omdat Amforta sinds Parsifal weggegaan is, de Graal nooit meer heeft onthuld. En ze zijn dus niet gevoed door het bloot van Christus. Maar Pierre Audi zegt, het is eigenlijk een soort Beckett-acte geworden. Het is eigenlijk het lege toneel. Er is een element wat alleen maar qua vorm nog aan die spiegel herinnert. Het is eigenlijk een groot leeg gat, waardoor je Parsifal kunt zien aankomen en waardoor die ook aan het einde weer verdwijnt. En het is eigenlijk een soort niemandsland geworden aan het einde waar zich dat afspeelt. Dus die concrete. Wat zeg je? Een fin de partie. Een fin de partie, absoluut. Ja, dat is natuurlijk de reis van Parsifal eindigt in een fin de partie. Alhoewel in deze Parsifal-productie het zo is, niet dat bringer is voor die gemeenschap, maar dat hij wel zijn taak volvult daar in die gemeenschap, maar dat hij verder gaat. Hij ziet zijn leven niet daar in die gemeenschap. En in die zin blijft er toch een teken van hoop in deze productie aan het einde over. Ja. Zeker. Ja. Zeker voor Parsifal zelf, ja. Ja. De anderen overlijden eigenlijk, ook met Gournemans enzovoort, met Amfortas, Kundry, afgelopen. Ja. Ja, een teken van hoop in een wereld die tot stilstand gekomen is. Het kan bijna niet beter dan in deze tijden getoond worden. Zeker, het is ongelooflijk ook. Wat dat eigenlijk toch ook met deze tijd te maken heeft. De zoektocht naar dat wat het ware is en de essentie en wat ons allemaal van dat wat nu boven ons hangt en ons allemaal bedreigt, wat de redding zou kunnen brengen. Ja, heel mooi. We gaan er naar uitkijken. Dankjewel, Klaus Bertisch, voor deze mooie toelichting. Heel veel plezier, ja. En als je dat kan zeggen bij Parsifal, het is een grote inspanning, maar ik denk het is absoluut de moeite om daarnaar te kijken en te luisteren. En wijd je toe aan deze opera, zou ik zeggen. Dankjewel. We gaan het zeker doen. Klaus Bertisch. Ja, tot ziens. Ik wens u een heel mooie voorstelling en daarna nog fijne paasdagen. Tot ziens.